Het heeft mij behaagd hier neer te zitten. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag zijn we in Odense. Odense is de geboorteplaats van Hans Christian Andersen. De beroemde sprookjesschrijver werd hier achter mij, in dat huis daar, geboren. Inmiddels is het geboortehuis een museum. En tegen betaling kun je daar binnen kijken en kun je dingen zien. En in de hele stad zie je kleine aandenken aan deze schrijver. Je hebt hier een stuk of 50 beelden die allemaal te maken hebben met sprookjes van Hans Christian Andersen. Ook heb je hier verderop het sprookjeskasteel Eventierheven. En daar vindt elke dag om 11 en om 1 uur een voorstelling plaats. Ik heb een bandje om en we kunnen die kant op. Met dit bandje kun je 5 musea in 1 bekijken. Dus we hebben weer heel veel waar voor ons geld. Nu gaan we naar een expositie van de Tinderbox. Dat is het kindermuseum, begreep ik. En die hebben hier een elfenburg nagemaakt. Dus daar gaan we even kijken. We zijn in de Elf Mount in de Tinderbox. En het leuke hier is dat je je mag omkleden en verkleden. En scènes uit het sprookje Elf Mount mag nadoen. Hij is prachtig. Ik ben een elf. Ik heb 11 oren. Aan beide kanten. En een kroon. Oh. En ik moet nog 11 sieraden hebben. Dat doet toch maar. Ik heb zelfs een bijpas. En daar is nog 11. Kroon, mama. Boven. En steeds verkleed als elf. Ik vind het best wel cool eigenlijk dat je dit ook als volwassene kunt doen. Ik ben mijn 11 kinderen kwijt, maar ze zijn al boven. Dus ik ga ze even bekijken. Je kunt naar boven in het kleine pittoreske huisje. Het is echt zo schattig, mensen. En
En overal kom je verklede kinderen en ouders tegen. Oh, hier is een Hobbit Hole. Oh, dit is geweldig. Oh, het heeft mij behaagd hier neer te zitten. Het is echt zo leuk om te verkleden als volwassenen. Nee, ik ga vliegen. Oh, ik ga vliegen. Man, je kan ook een zeemeermin. Kinders. Een badje. Ga je een bad, prinses? Nee. Prinses, u mag uw bad nemen. Oh nee, een doppel onder. Ik ga dood. Wacht, ik schenk eeuwige op jou. Eeuwige bad. Jeugd. Van mijn eigen kleine hobbithol. Oh, en ik word aangevallen door mijn... Oh, dochters. Oh, ik moet liggen. Ik ben dood of zo. Waar ben je aan het schrijven? Een roman. Elf. Een elfenroman. Hebben jullie gouden dukaten bij je? Bewaar ik netjes in dit zak. Een stukje aardappel of naast mij krijgt de prinses te eten. Ik zit hier op mijn bed en ik heb nog geen hofdames die me eten komen brengen. Dus kijken of ik die van mij kan sjatten. Maar, komt u vandaan? Ja. Ik kom uit Elders en ik heb een nummer. Dankjewel. Mijn eten is op. Thank you.
hoger. En dan kom je in een klaslokaaltje uit. Hierboven kun je een fabeldier maken. Misschien is al druk bezig met tekenen. En we gaan zo naar beneden de rest van het museum bekijken. Mensen, dit is toch niet te geloven. Iemand heeft gewoon mijn regenjas gejat. Of laten we ervan uitgaan dat iemand gewoon de verkeerde heeft meegenomen. Dus ik loop hier zonder regenjas en ik hoop dat het droog blijft. Want ik heb dus helemaal niks bij me, ook geen paraplu. En ja, je gaat er niet vanuit dat je helemaal regenjas gestolen wordt. Dus dat is een beetje knullig. Maar we lopen nou weer richting de auto. Dus dat gaan we maar weer eens doen. Tenminste als Mini en Maxi daar in de verte ook op schieten. Odense is de stad van Hans Christian Andersen. En in deze sprookjesstad heb je zelfs een hele wijk gewoon vernoemd naar hem. Het Hans Christian Andersen kwartier. Allemaal kleine pittoreske huisjes met leuke pasteltintjes waar je gewoon even doorheen moet lopen. Waarbij je in een andere tijd waant. Deze kleine pittoreske huisjes zijn zo schattig. Ik weet niet eens of er echt nog mensen wonen. Maar het geeft gewoon een ontzettend leuk karakter aan de stad. Sowieso, Odense moet je sowieso een keer bezoeken als je van sprookjes houdt. Het heeft gewoon iets magisch. En je hebt ontzettend leuke winkeltjes. Verderop heb je zelfs een kersthuisje. Nou, je weet, daar zijn wij dol op. Je hebt hier een Hans Christian Andersen museum. Je hebt het geboortehuis hier. Je hebt het huis waar hij opgroeide. Eigenlijk alles verwijst naar Hans Christian Andersen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat doe je door dat hoofdje aan te klikken. Patatwoom! En tot de volgende keer. Doei! Doei!